Gezamenlijk op tour nu op? Zo nu en dan een paar concerten achter elkaar, maar ook wel zo nu en dan one-off. Maar het is wel tussen nu en Paradiso 8 september spelen we eigenlijk door heel Europa met elkaar. Ja, op festivals voornamelijk. Steek je nou nog iets nieuws op van zo'n ontmoeting met een andere band? Ja, sowieso om nieuw materiaal te spelen, andere mensen te horen spelen en met ze samen te spelen. De manier van spelen is sowieso anders. We spreken heel erg dezelfde taal, maar ook zijn er altijd finesses die je weer op kan pikken. En hun manier van arrangeren is heel anders dan hoe wij dat doen. En ontwikkel je ook samen een nieuw repertoire? Of wij samen nu, nou, iedereen, we hebben allemaal stukken meegenomen en die hebben we in de repetitieruimte uitgewerkt. En dat uitwerken, dat doe je natuurlijk samen. Het kan zijn dat iemand een stuk inbrengt wat heel duidelijk is van begin tot eind. Er zijn ook stukken waar wat nog ruimte is voor sparren. En dat was altijd al jullie werkwijze? Om nummers in te brengen? Ja. Ja, zeker. Ja, ja. We schrijven allemaal zelf. En zij ook. En op die manier kan iedereen zijn eigen persoonlijke stempel ook drukken op het repertoire. Dat is heel leuk. Dankjewel. We gaan nog luisteren naar één stuk van de combinatie Amsterdam Klesmer Band en Schönberger. One more last piece. Please. Applaus.